Zondagochtend is een motoragent licht gewond geraakt bij een aanrijding op de IJsselveld in Montfoort. De agent zou op een rotonde met zijn motor achterop een wagen van beveiligingsbedrijf Trigion zijn gereden. Hierbij sneuvelde de achteruit van de auto en kwam de motoragent ten val. Opvallend is dat door de aanrijding de gastank van de auto lek raakte. Het voertuig is direct na het ongeval tientallen meters verplaatst uit veiligheidsoverwegingen. Omstanders mochten daarna niet in de buurt komen van de auto voor eventueel explosiegevaar. Volgens de eerste berichten is de motoragent licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft nog geen officiële mededeling gedaan over de toedracht van het ongeval en houdt de berichtgeving sumier totdat het onderzoek is afgerond. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.